Sint-Niklaas staat bekend als een kindvriendelijke stad, maar ook de senioren in de stad worden niet vergeten. Natuurlijk, als seniorenadviesraad organiseren wij ernstige dingen, maar wij vinden dat er ook af en toe eens iets leutig mag gebeuren. En het is dan toch wel de bedoeling dat er een namiddag in het centrum van Sint-Niklaas, waar mensen gemakkelijk naartoe kunnen, waar er perfecte busverbindingen is, dat zij zonder moeite kunnen een muzieknamiddag meemaken, georganiseerd door de sociale dienst en door de seniorenadviesraad van Sint-Niklaas. De spiegeltent is in opbouw en nu zaterdag staat de tijd van toen er op de planken. Wij brengen eigenlijk muziek vanaf zo na de oorlog, zo ongeveer 46. We beginnen met Edith Piaf en dan gaan we tot aan het jaar 1980. She gets too hungry for dinner at eight. Het is absoluut onze bedoeling om één, een verhaal te vertellen. Dus echt de mensen terug te nemen en in dat jaar is dit gebeurd en dat gebeurd, een nummertje uit dat jaar. Maar ook zeker om de mensen aan het dansen, aan het zingen te brengen. Dat is eigenlijk absoluut prioriteit 1 en 2. Een verhaal vertellen en mensen gewoon laten amuseren, dansen en zingen. We kunnen niet terugkeren, maar met de muziek te spelen daarvan, dan zien we ook de mensen terug heropleven en dat doet ons heel veel deugd. Als u ons graag aan het werk wil zien, dan zullen wij optreden op 18 mei op de Grote Markt in Sint-Niklaas.